Welkom bij Tim Zinkt de Gissen door deel 2. Als je al zo lang bij elkaar in huis zit, in quarantaine of gewoon intelligent gelockdowned, ja, dan kan het niet anders of er staan kleine wrijvingen, er ontstaan kleine conflictjes, dingetjes, ja, zeg maar, ruzie. Dat kan zomaar gebeuren. En voor je het weet, flap je de dingen uit waar je later weer enorm spijt van hebt, waar je weer oeverloos over moet praten. Dus neem nou van mij aan, doe het volgens de regels van de conflicthantering. Weet je, daar ben ik soms wel eens jaloers op. Zoals zij tekeer kan gaan. Echt, de KGB deed echt aan peutergym vergeleken bij hoe zij tekeer kan gaan. Weet je dat? Guantanamo Bay was een luxe kuuroord vergeleken bij ons thuis af en toe, jongen. Wou dat ik dat kon. Tadadang, 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 tad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 
kraken door het lint zonder fatsoen. Lekker ongezouten zeiken met Bin Laden vergelijken. Lekker schelden, lekker klagen en van dik hout planken zagen. Lekker duwen, lekker schreeuwen, tieren met woorden als mortieren. Diepe kraters in haar slaan, zeggen dat een boerka haar goed zou staan. En haar uurtje lekker knallen, huilend in haar armen vallen. Vergeving vragen, schreien en daarna heerlijk vrijen. Knuffelen en zoenen heel vertrouwd. En zeggen dat ik, ondanks alles... Want ik ben echt niet de enige die doorheeft dat ze niet perfect is. Dat hoor ik van verschillende kanten terug. Af en toe nog best wel van haar houd. Maar ik heb een enge ziekte waar ik dagelijks aan lijd. Een levenslange straf, nee, die raak ik nooit meer kwijt. Misschien is het besmettelijk overdraagbaar terwijl ik zing. Dus hou je vast, hier komt-ie. Ik leid aan conflicthantering. Terering, terering, tererep, na. Dus ik laat haar rustig komen als ze komt met haar beklag. En dan knik ik en dan hum ik, vertoon actief luistergedrag. En als ze komt met haar verwijten, dan zet ik me altijd schrap. En formuleer zorgvuldig een heldere ik-boodschap. En als ze dan op alles wat ik fout doe in gaat zoomen, ga ik hardnekkig door met concreet gedrag benoemen. En empathisch als ik ben, zit ik me vreselijk in te leven. Hoe ik me vanuit haar mijn houding zou beleven. Oh, ik heb een enge ziekte waar ik dagelijks aan leid. Een levenslange straf, nee, die raak ik nooit meer kwijt. Misschien is het besmettelijk overdraagbaar terwijl ik zing. Dus hou je vast, hier komt-ie. Conflict hanteer. Tering, tering, tererep, ze wordt nu wit van woede en ik zal me niet verweren. En elke belediging gewillig incasseren. En als ze me dan aanvliegt, ja, dan krijg ik het te koud. Dan stel ik voor om af te koelen, even een time-out. Als ik vervolgens alles wat ik fout doe heb erkend en ronduit heb beleden, ik ben een waardeloze vent. Stel ik ook nog voor om het gesprek te evalueren en probeer voor mezelf nog 2-3 leerpunten te formuleren. En terwijl ik haar voor haar reflecties nog bedank, slaap ik die nacht alleen. Zonder deken op de bank bij mijn moeder. Want ik heb een enge ziekte waar ik dagelijks aan leid. Een levenslange straf, nee, die raak ik nooit meer kwijt. Misschien is het besmettelijk overdraagbaar terwijl ik zing. Dus hou je vast, hier komt-ie. Conflicthantering. Ik zou graag ruzie willen maken, zoals anderen dat doen. Haar keihard raken door het lint zonder fatsoen. Maar ik kan het niet, het lukt niet, hoe graag ik het ook wil. Ik leid dus in stilte, in mijn huis geen gegil. Angst aanjagend stil, het is daarom dat ik zing. Want ik leid ondraaglijk aan conflict. Wil je op de hoogte blijven? Volg me dan op Facebook of abonneer je op het YouTube-kanaal.